aangeschoven, onze laatste gast. Ja, het restaurant van Elisabeth, hè, op de markt hier in het centrum. Dan zijn er al wat veranderingen aan het gang. Welkom, Matthijs, zou ik maar zeggen. Want stel je even voor wie je bent en wat je doet daar zo in dat restaurant. Of je de kok bent of chef-kok. Nou, leuk dat ik even aan mag schuiven in ieder geval. Maar ik doe in de bediening, ik ben Matthijs. En ik loop hier altijd in de weekenden en in de vakanties. En we hebben eigenlijk een hele grote verandering gehad de afgelopen tijd. En dat is dat wij tegenwoordig gezellig aan tafel kunnen bedienen voor de gasten. En dat we zo een lekker stukje service kunnen bieden. Wat is er anders geworden? Want ze liepen eerst langs het buffet. Ja, voorheen hadden wij een buffet en dan konden mensen wel kiezen wat ze wilden eten. Maar dan namen ze het allemaal gelijk mee. Gelijk alle drie de gangen moesten allemaal meegenomen worden. Ja, en dan moet je alles zelf meenemen. Op een bladje frut. Ja, dan moet je allemaal door die zaal heen lopen. En allemaal lastig met rollators en dergelijke. Dus tegenwoordig komen wij lekker langs aan tafel. Krijgen er een lekker drankje bij. Hè? Eerst een lekker soepje vooraf. Daarna je lekker warm een hoofdgerecht. Je hoeft allemaal niet meer te lopen. Dus je kunt er ook gaan zitten en er staat wel een bord op tafel, servet, de kaart. Opgediend. De kaart, niet te vergeten. Tegenwoordig de kaart. Dus je kan al van tevoren kijken wat we hebben. Ja, want hoe gaat dat dan? Wanneer gaan mensen dus kiezen voor datgene wat ze willen eten? Wij komen gewoon langs tafel en dan kijk je lekker wat voor soep dat je wil en wat je lekker wil eten. En dan ondertussen komen wij lekker de soep brengen. En dan eigenlijk geef je wel gelijk door wat je al in één keer wil eten. Maar je krijgt het in etappes. Zoals in een echt restaurant. Dat snap ik. Maar dat de menu, want ik weet nog, misschien is dat ook zo. Dinsdag frietdag, woensdag stamppottendag. Dat gaat gewoon door. Ja, en daar loopt nog iets naast dan. Ja, wij hebben gewoon 's middags lekker warm eten. Ja. En bijvoorbeeld op dinsdag hebben wij nog steeds de frietdag. Ja, want een succes, hè? Ja, iedereen is er zo dol op. Zit het vol. Ik zelf ook natuurlijk. Ja. Maar en donderdag hebben we nog steeds onze Indische avond. Ja, ook en dat. Kunnen mensen gewoon nog steeds lekker Indisch komen eten. En dat van de kaart, dat zijn vaste gerechten? Ja. Of seizoensgerechten? Ja, ieder seizoen hebben wij een cyclus aan gerechten. Die horen bij het seizoen. Dus de groenten zijn in het seizoen. En het vlees is allemaal. En de aardappeltjes. Ja, het hoort allemaal in het seizoen. En dan hebben wij, 's middags heb je de keuze uit 2 soorten groenten, 2 soorten vlees. En dan lekker aardappeltjes erbij. Ja. We hebben soms ook lekker macaroni of iets van rijst. Waar dan uit te kiezen valt, net zoals vandaag. Ja. Is de bedoeling van het restaurant, want door de locatie sloopt dat al, hè, dat mensen van buiten en vandaar dat je ook allemaal glazen hondjes hebben gemaakt, dat we transparantie hebben met de wijk, dat de mensen van buiten naar binnen komen. Ja, zeker. En wij zijn daar nou druk mee bezig en we gaan het ook met Elisabeth TV doen op YouTube, we zitten het op YouTube natuurlijk, dat de gasten uit de wijk kunnen komen eten. Dat kunnen ze. Dat is en dat zeker mogen waar. Ze. Ja. En nou wil ik even tegen jou zeggen van, nou, roep op wanneer ze kunnen komen, welke tijden dat ze welkom zijn en wat er te verwachten staat. Nou, de mensen van heinde en verre zijn alle dagen van het jaar welkom. 'S middags tussen 11:30 en 13:30 en 's avonds tussen 17:30. Oké, dan is het restaurant open. Dan is het restaurant open voor de gedekte tafel. Ja, geweldig, leuk. Hè? Heerlijk. En heb je al reacties van mensen gehad? Of, ja, hoe ze de het meeste vinden? Mensen die zijn er zo blij mee. Ja? Ja, het is toch een stukje service. Ja. En het voelt wel heel luxe aan ook, hè? Ja. Ja, en dat vinden de mensen toch wel erg, erg leuk. Ja. We gaan concurrentie krijgen met Merlin, dan is het niet. Ach, daar gaan we zo voorbij. Dat is wel heel leuk. Nou, in ieder geval bedankt voor jouw bijdrage. Ja, bedankt en, ook aan mijn schrijven. Graag gedaan. En we gaan volgende maand, als we hier weer zitten, gaan we vragen wat de cijfers omhoog gegaan zijn, de bezoekersaantallen omhoog gegaan zijn. Ja, dat moeten we bijhouden, hè? Ja, precies. Dat laten we je weten. Oké, hartstikke bedankt voor Ja.